Minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie heeft in Dubai deelgenomen aan de jaarlijkse investeringsvergadering met als thema investeren in duurzame innovatie voor een betere toekomst. De bewindsvrouw gaf daarbij diverse redenen waarom investeren in Suriname moet worden overwogen. About 70% of GDP. And not that alone, of half of the working population is employed by SMEs, of which 40%, listen to this, 40% of SMEs owned in Caribbean, Suriname, are run by women. So we see women in Suriname and the Caribbean are very successful in doing business. We see synergy with investors and create different situations. So we get the best out of business. Walden zegt verder dat vrouwen ook een heel belangrijke rol spelen bij het accommoderen van werkgelegenheid. Vrouwen in Suriname zijn erg succesvol en halen het beste uit ondernemerschap als zij de gelegenheid daartoe krijgen. De minister vertelde tijdens de meeting het op prijs te stellen dat Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum de nodige aandacht besteedt aan de groei van de rol van vrouwen in de internationale zakenwereld.